Op zaterdag 16 april krijgt ACV bezoek van FC Lisse. Een loodzware opgave voor de ploeg van trainer Fred de Boer. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat de twee ploegen elkaar treffen. De eerste keer was tijdens de seizoensopening, toen ze ACV verrassend met de winst aan de haal ging. In de slotfase van die wedstrijd zette ACV in de 85e minuut via Gijs Jasper de 2-3 eindstand op het scorebord. Dat was echter nog in de fase dat Lisse een slechte seizoensstart kende. Hoe anders is het nu? ACV bezet de 10e plaats op de ranglijst en Lisse is titelkandidaat. Op papier zijn de verhoudingen dan ook logischerwijs in het voordeel van de bezoekende ploeg. In het begin van de eerste helft gebeurt er weinig, maar na een half uur spelen komt ACV goed weg als deze verre ingooit door Enzo Stro op de paal belandt. Dat ziet hij ook het toegestroomde publiek op het Katowicki Sportpark. Niet veel later overkomt ACV nagenoeg hetzelfde als deze voorzet van Gijs Jasper door Boy Spijkerman op de lat wordt gekopt. Maar ook hij heeft het geluk dus niet aan zijn zijde. Twee grote kansen hebben we dan gezien in een matige eerste helft. Als vlak voor rust dit schot van Jeffrey Kleibroek rakelings over het doel van Ben Bormeester gaat. En zo gaan we met een 0-0 stand de rust in. Vers uit de kleedkamer komt ACV dan goed uit de startblokken. Na scherp ingrijpen van Gijs Jasper is het diezelfde middenvelder die Pascal Huze weet te bereiken. Maar doelman Erik Cummins, bekend van onder meer FC Utrecht, weet de inzet van Pascal te keren. De ploeg van Fred de Boer verkeert in uitstekende doen en is al 7 duels ongeslagen. Je kunt je inmiddels wel gaan afvragen of ACV zichzelf tekort heeft gedaan met de huidige plek op de ranglijst. Zeker als je kijkt naar het goede spel in de beginfase na de coronastop. Opvallend trouwens, want juist met dat goede spel pakte de thuisploeg geen punten. Terwijl met het huidige spel, waar de Boer zoals hij na afloop van de uitwedstrijd tegen Odin niet over te spreken was, juist wel punten worden gepakt. De ploeg die het fit blijft, komt het verst. Een slijtageslag. Ook binnen de ploeg van de Boer. Elke wedstrijd is een puzzel, zoals de trainer meermaals aangeeft. Lange tijd blijft het dan ook 0-0. Grote kansen zijn er niet. We moeten het doen met mogelijkheden, zoals hier een aanval van Lisse. Maar het schot van Justin van der Putten gaat ruim langs het doel. Nog een kwartier te spelen. Dit moment. Een ongelukkig moment in de verdediging van ACV. De bal komt voor de voeten van Enzo Stro en hij tikt zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. En wat gebeurt hier dan eigenlijk? Ja, Robert Talens en Ben Wormeester lopen elkaar in de weg. En de topscorer aan de kant van Lisse laat zo'n kans natuurlijk niet onbenut. Ongelukkig. Soms zit het mee en soms zit het tegen, zal Fred de Boer na afloop zeggen. En hier zit het wel heel erg tegen. En dus moet ACV in de achtervolging. Een slotoffensief wordt ingezet. Invaller Niels Greving, die langzaam zijn minuten weer maakt. Na 5 maanden blessureleed wordt hij niet bereid, maar Cummins laat de bal los. Er wordt nog geschreeuwd om een penalty. Is dat zo? We kijken nogmaals in de herhaling. Wat gebeurt hier? Wordt hij hier gehaald? Als we nog iets meer inzoomen, dan zien we dat de handen van de keeper op de grond blijven staan. En dus, zegt scheidsrechter Stegeman, geen penalty. Niet zeuren, hup, doorspelen. En het blijft vooralsnog 0-1. En dat zal het ook blijven, want ook deze kopbal van Niels gaat over. In de wedstrijd tegen Hoek lukt het hem wel, nu niet. En zo gaan de punten mee in de bus naar Lisse.